Hallo Frank, we staan hier op de Varselenring. We hebben vandaag de race simulatie. En jij bent uit team 2013 en je hebt ons... 2011, excuus. Ja, je hebt zo'n technische. Uit team 2011 en jij hebt geholpen om dit te organiseren. Hoe zijn jullie te werk gegaan? Het is eigenlijk het draaiboek van de vorige edities. Sinds na mijn eigen race heb ik dus al twee keer de race simulatie meegedraaid met 2013 en 2015. Dat hebben we eigenlijk bijna als een vast draaiboek inmiddels al liggen. En die pak je dan weer op en bereid de dingen voor. En dan is het aan het team om daarop te reageren, hoe het verder verloopt. Nou, omstandigheden gaat het goed. Zoals je aan mij kunt zien is het momenteel lekker aan het regelen. We hebben daarom besloten even tijdelijk te stoppen en de zonneauto... stil te zetten in een overdekte trailer. Op die manier beschermen we onze zonneauto nog wat beter nu die nog niet helemaal getest is in de race. Wat een mooi shirt heb je aan vandaag. Ja, dat klopt. Het is het Observer shirt uit mijn jaar. In 2011 heb ik zelf aan de race meegedaan en dit hadden de Observers aan in mijn jaar. Waarom heb je het vandaag aangedaan dan? Nou, omdat we vandaag een race simulatie aan het houden zijn met het nieuwe Solar Team. Dat dit jaar meegedoen aan de World Solar Challenge. En wat we hier aan het trainen zijn, is eigenlijk alles wat er bij de race komt kijken. Kunnen ze het een beetje? Nou, het gaat hartstikke goed. Kijk, het is heel lastig. Hè? Je rijdt met een groot konvooi. Daar zijn veel communicatieprotocollen. Die probeer je allemaal te oefenen. Maar de eerste keer is dat gewoon echt wennen. En daarom doe je dat ook 2 dagen. Zodat ze echt de tijd hebben om erin te komen. Dus ja, goed gaat het nog niet, maar dat is juist ook de bedoeling van deze dagen. We zijn ervoor gemaakt om voor de camera te staan. Je hebt wel geluid, hè? Shit, dat heb ik allemaal genomen. Hè? Ben je druk bezig? Wat zijn jouw verantwoordelijkheden hier? Ik ga zo meteen voor het eten zorgen. We zijn al bezig met de voorbereidingen. We hebben voor alle 40 mensen hier 10 pakjes aardappelpuree. Het is echt een race maaltijd straks. Klinkt goed, ik heb er zin in.